Dit is Flevoland van zaterdag 6 juli. In Dronten gaat maandag een hele bijzondere fabriek van start. Ze kweken er steriele uienvliegjes in hele grote aantallen. De uienvlieg is een randinsect, dus zit met name aan de slootkanten en in de berm. En dan komt hij eigenlijk alleen in het veld om zijn eitje te leggen. En als hij een bevrucht eitje heeft, dan komt daar een larve uit. En uiteindelijk eet die larve, die eet het uienplantje op. En dat is met name in de Noordoostpolder een groot probleem. Bestrijden van de vlieg met chemische middelen, dat wil men in deze tijd niet meer. Maar als je een steriel mannetje hebt, die het met paard met het fertile vrouwtje, dan krijg je geen larven meer, want je krijgt geen eitje wat bevrucht is. En dat is eigenlijk de methode waarop we onze beheersing willen toepassen in de uienteelt. Het bedrijf kweekt al steriele vliegjes op een locatie in Zuid-Holland, maar is daar uit haar jasje gegroeid. Ook is het handig om dichter bij de uienteeltgebieden in Flevoland te zitten. Uiteindelijk hopen we dat we 2 miljard vliegen per jaar gaan produceren. En ter vergelijk, op dit moment doen we nieuwe tongen 1 miljard. En met 1 miljard bestrijken we op dit moment ongeveer half Nederland. Dus we hopen in de toekomst niet alleen een groter deel in Nederland te kunnen voorzien van de vliegen, maar juist ook in de omliggende landen. Want daar heb je hetzelfde probleem. En daar doen we op dit moment nog niets. Om de opening van de vliegjesfabriek in Dronten te vieren, gaf het bedrijf een kijkje in de keuken voor belangstellenden. Nou, ik vind het gewoon heel indrukwekkend en best wel heel complex ook wel heel technisch proces. Dus het is echt geweldig knap dat ze dit zo hebben neergezet. Ja. Wat viel u het meest op binnen? Hygiëne, de gedrevenheid van de mensen. Hey, fantastisch. De steriele insectentechniek moet denk ik de redding zijn, omdat we chemisch of synthetisch uitgeboerd zijn. Maandag gaat het bedrijf op slot voor bezoekers. Het kweken van de vliegjes is een delicate zaak. Alleen met een streng hygiëneprotocol kan het bedrijf een oplossing bieden voor de problemen in de uienteelt. Mits we genoeg draagvlak hebben dat iedereen mee wil doen. Je moet binnen een gebied moet je gewoon 80-90% dekking hebben en dan gaat het goed. Met miljarden in het veld uitgezette steriele vliegjes kan het probleem voor een groot deel opgelost worden. De conclusie luidt dan ook: Dronten heeft een unieke vliegjesfabriek in huis. Sterker nog, dit is uniek voor de wereld. Wij zijn het enige bedrijf wereldwijd wat op deze manier een productie heeft en dat ook commercialiseert. Er zijn heel veel proeven die gedaan worden vanuit overheidsbelangen. Maar dit is echt op grootschalige commerciële wijze het enige bedrijf dat wereldwijd zo doet. Zomerbries is een theaterfestival en dat wordt op dit eiland gehouden, Utopia Eiland. Er wordt een rondleiding vandaag gegeven door onze tuiner Milan. Het is eigenlijk een festival waar je ook iets kan leren. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, en mensen ontmoeten en gezelligheid. Nou, dat is wilde rucola. Vind je dat lekker dat hij in jouw pesto zit? Ja! Kennis maken met de natuur, genieten van muziek en cultuur. Het kan allemaal op dit nieuwe festival Zomerbries dat vrijdag, vandaag en morgen gehouden wordt op Utopia-eiland dus, bij het voormalige Floriade-terrein. Leuke dingen voor oud en jong. Ik kwam vooral omdat ik zag dat er van die kinderkookdingen waren. Dus ik dacht, dat vindt Filina wel leuk. En we hebben hier een schooltuin waar ik met kinderen in de tuin werk. En nu op het festival gaan we wildpluk pesto maken. En met groentes ook uit de tuin, maar ook met het onkruid uit de tuin. En Filina zelf deed ook actief mee. Iets verderop werd een nieuw natuurproduct gepresenteerd. We hebben een nieuw product wat we vandaag lanceren. En dat is de bietensiroop, zoals je daar ziet op de banner en wat ik hier in mijn hand heb. En die bietensiroop is best lekker en smaakt een klein beetje zoet. Ik vond het wel lekker, ja. En daarbij komt dat deze bietensiroop gemaakt is in Almere. Want wie bieten zegt, zegt Flevoland volgens Koppen. Het is verfrissend, het is vernieuwend, het is lekker voor zowel over je saladedressing. Je kan er je taartrossen mee maken, je hebt geen luizen meer nodig. En het heeft gewoon een prachtige kleur door de anthocyanen die erin zitten. Want anthocyanen, dat zijn natuurlijke kleurstoffen die afkomstig zijn van planten. Hoewel het aantal bezoekers gisteren en vandaag tegenviel, was de stemming op Zomerbries opgetogen. Het is leuk, het is gezellig en de mooie natuur. Dus ja, lekker met de kinderen. Het heet Zomerbries, maar ja, het is meer bries dan zomer. Ja, zeg dat wel. Nou ja, gelukkig is het droog, dat is het belangrijkste. Nee, ik denk niet dat het mislukt is. Nee, ik denk het niet. Het is leuk om alvast de eerste keer zo hier te staan en te laten zien dat het er is. Straks komen er vast nog wel mensen. Als het volgende week weer was, zou ik zo weer gaan. Ja, zeker.
Deze 56-jarige Lapanda Mampekin uit Lelystad is zich aan het voorbereiden op het WK Powerlift in de leeftijdscategorie boven de 50 jaar. We hoeven niet allemaal hetzelfde te doen als ik doe. Ik ben redelijk gestoord. Maar dit is goed voor een mens. Lapanda is al Europees kampioen in haar leeftijdscategorie, maar ze wil ook de wereldtitel binnenslepen. Om extra kracht bij elkaar te rapen, denkt Lapanda tijdens de enorme krachtinspanningen aan een overgrootopa. Hij was een Indiaan. Heel groot, meer dan 2 meter. Lange haar. Trots. Weet je, soms als ik aan hem denk, dan daag ik hem uit, hè. Mijn overgrootopa heette Kaikuchi. Dan praat ik in mezelf en ben je achterkleinkind, nakomelingen, kan ik dit ook? En ik stak ervoor en elke keer lukte tot nu toe. En dat terwijl ze nog maar bijna 2 jaar bezig is met powerliften. Ze voelt zich door de sport superfit. Als ik klaar ben met deze oefening, dan kan je me nog een bootcamp erachter geven. Als ik daarbij klaar ben, dan kan je me weer een crossfit geven. Ik word niet moe. En dat komt volgens Lapanda dus door de sport die ze beoefent, maar ook door de goede voeding en manier van leven. Ik zorg heel goed voor mezelf. Ik ben opgegroeid op een bepaalde manier met de natuur. Van de natuur hebben we nodig om daar de kruiden weer van uit te halen, om je lichaam te helen. Want ik bedoel, zonder natuur en die natuurvoeding, ja, dat is. Ik ben niet van die pilletjes. Pilletjes zijn goed op zijn tijd, maar de natuurkruiden, ja, dat is onmisbaar. Ik heb een shake gemaakt van met gember, bleekselderie, limoen en wildspinazie. Dat heb ik door elkaar gedaan. En de manier waarop je het op je maakt, werkt healing. En wat betekent dat precies? Dat het je lichaam geneest op een natuurlijke manier, waardoor gifstoffen geen kans krijgen om te blijven zitten in je lichaam. Want dat is natuurlijk het geheim. Alles wat blijft zitten veroorzaakt ziekte. En als je hem afspoelt, dan kan die niet de kans krijgen om iets te veroorzaken. Diabetes, cholesterol, hoge bloeddruk. Dat kan niet. Iets als gember is heel simpel. Je koopt het in de supermarkt. Mensen die zeggen van ja, in de supermarkt daar kan je geen medicijnen vinden. Nee, klopt. Je moet medicijnen van maken. En je moet wel weten wat je doet. Want ik bedoel, als je niet weet wat je aan het doen bent, niet alles kan je mengen met elkaar. Dus het gaat om de goede combinatie en de goede verwerking. Ja, de goede combinatie en de goede verwerking, dat maakt je lichaam gezond. Dat maakt je lichaam healing. En dat maakt je lichaam fit. En hopelijk fit genoeg om de wereldtitel te pakken. Ik ben nog niet klaar voor, maar ik probeer wel mijn best te doen om klaar voor te zijn. Ja. Wat moet er nog gebeuren om echt dan helemaal klaar te zijn? Veel trainen, nog meer trainen. Zwaar. Wordt het je nooit te veel? Nee, ik vind het juist leuk. Na mijn trainen voel ik me fit. Het gevoel van je hebt iets gedaan wat zin heeft. Lapanda heeft nog even tijd om zich voor te bereiden, want het WK wordt vanaf 13 oktober gehouden in Zuid-Afrika.